naam is Mario. Like nu deze video, anders kom ik naar je huis toe. Like even allemaal deze video in 3 seconden tijd. Anders is er een grote kans dat de horror Mario naar je toe komt. Maar jongen, we gaan dus vandaag naar het Mario film toe. Ja, dat klopt. Ik heb heel veel zin in de Mario film. Ja, ik heb ook heel veel zin in hoor. Maar ja, hoe laat gaan we eigenlijk ook weer naartoe? Ik denk een uurtje of 7. Leuk. Ja, zeker. En ook met de mascottes gaan we ontmoeten. Ja, inderdaad. Ik heb er echt heel veel zin in. Same. Daarom moet je dit even allemaal liken, mensen. Dus ik zeg ook al, klik op. Want we kunnen veel meer likes halen dan wat we normaal halen. Dus daarom, het is een kleine moeite. 2 seconden werk. Ja, dat is. Maar ja, Mario film. Hebben jullie al de Mario film gezien of niet? En abonneer u zeker op dit kanaal met belletje aan. Zodat het knopje even helemaal blauw wordt. Want ja, een blauwe duim is wel fijn. Niet om een blauwe duim te krijgen als je stoot, maar gewoon. Je bedoelt op blauw duimpje. Maar goed, hé, lieverd, hoe gaat het met jou? Ja, met mij gaat goed hoor. Wat ga je daarvan doen? Ik heb met mijn zoontje naar Mario film. Wil je mee? Nee, ik kom straks iemand langs. Oh, wie komt er langs? Nigel. En wie is Nigel dan weer? Ja, gewoon die jongen waar ik altijd mee in de sauna zit. Ik heb toch gezegd geen jongens in de sauna meer? Ja, ga jij maar eens andere vriendin erbij zoeken. Waarom? Wat is het nou, zeg? Ja, ik ben een woke as fuck person en ik wil gewoon een open relatie. Open relatie, dat heb ik nooit gezegd. Houd er eens over op, man. Met je open relatie, bedoel, wij zitten met z'n tweeën. Ja, ja, maar mag ik niet af en toe een keer een jongen bij mij op schoot zitten? Wat? Oké, wie is Nigel? Die Nigel gaat er weg. Wat zeg je nou weer? Niks hoor. Oh my god, wat de hel bezoelt hij, man? Wie is Nigel nou weer? Ik zweer het je, hier ben ik niet zo blij mee eigenlijk. Maar Nigel, die zou hier weg zijn, denk ik zeker. Dus jij bent Nigel, hè? Eetje, wat bedoel je dan? Ga weg. Ben met onkleedje. Wat bedoel je nou weer, Nigel? Je mag hier helemaal niet zijn. Vriend, ga slapen jij. Hier, bam. Die voor je, hè? Wil je nog iets tegen mij beginnen? Hé, joh. Zo, dacht ik niet, hè? Ik ga geen klappen geven, vriend. Zo. Dag, Nigel. Ga maar lekker liggen, hè? My god, ik heb toch gezegd dat er geen jongens meer in huis mogen komen? Hoe moeilijk is het nou, zeg? Geen Nigels in huis. Oh my god. Hé, schat, een beetje jammer dit. Dat is stiekem gedrag. Even serieus, hier moet je nou echt mee stoppen. Want anders maak ik er nog eens een keer uit ook, oké? Okay? En dan zet je met niks. Ik heb deze video gekocht. Je mag eigenlijk zo vergaat zijn wonen. Ga je dit doen? Ja! Oké. Okay. 1 keer, hè? Ik zweer het je, man. En... Doe het aangebeld? Wie staat er nou weer voor de deur? We gaan even kijken. Het regent ook nog eens. Dat is niet best. Mag wel even stoppen met regenen. Luigi, you are? Hey, goedemiddag. It's me, Luigi. Hey, Luigi. Wat wil je gaan doen? We willen even een stoppertje met je spelen. Echt waar? Ja, en je zoontje doet ook mee. Want je gaat er vanavond naar de film. Ja, klopt. Om 6:00 gaan we eerst een stoppertje spelen en daarna gaan we naar de film. Oké, dat is leuk. En is Mario er ook bij? Want daar is hij helemaal gek van. Ja, maar hij is niet fan van mij dan. Nee, hij is fan van jullie allebei. Ja, en Mario ook. Prinses Peach kon helaas niet bij zijn. Oh, wat is jammer. Nou, in ieder geval, ik zie je vanavond wel, Luigi. It's me, Luigi. Oké, kijk, hartstikke leuk. Nou, in ieder geval, laten we stoppetje gaan spelen. Ik hoop dat er vertrouwen is rond 3:00 of 5:00 s'avonds. Of nou ja, tenminste, 6:00 hè, was het. Het is wel vroeg donker nog op dit moment. Het is hier al 5:00 donker, dus we gaan denk ik maar dat we op af kunnen gaan. Want ik wil heel graag stoppetje spelen. En als het goed is, mijn zoontje zal er ook al aanwezig zijn. Dus ja, want hij wil heel graag ook Luigi en ze ontmoeten. Dus dat komt eigenlijk goed aan. Maar ja, weet je wat? Ik zou zeggen, wij gaan even gas geven. Proberen even de schans weer over te gaan. 3, 2, 1. En... soort van... Maar ik kom altijd veel te ver. Nou, eigenlijk, daarentegen. Het valt mee. En we moeten die kant op het schoot, want het is namelijk, even kijken, we moeten hier verstoppen te spelen. Dus ik denk dat we wel goed gaan. En ik zou zeggen, laten we gewoon lekker op af gaan racen. Dus ja. En ik hoop ook dat we over de berg heen kunnen. Maar nee, dat gaat het niet worden. Dus mensen, ik denk dat het goed idee is wat we jullie daar zien. Dus ik zie jullie bij de verstopplekken. Oké, dames en heren. We komen dus bijna aan bij het doolhof of zoiets waar we verstoppen te moeten spelen. Want we zijn dus uitgenodigd door Luigi. Het is bijna 6:00 s'avonds nu. Ja, ik weet, het is vroeg donker op dit moment. Maar ja, dat is in Amerika anders dan in Nederland. Daar is altijd wel vroeger donker op dit moment. Maar ja, dat verandert wel weer. Keer. Dus ja, het begint ook weer te regenen. Dat is niet best. Dus ik hoop wel even gauw door hoort. Want ja, dat is niks. Regen vind ik altijd wel vervelendste weer. Zeg maar een GTA 5. Ik weet niet of GTA doet dat heel vaak dat het ineens gaat regenen. Het is wel echt heel vervelend. Dus ja, ik bedoel, je wil gewoon dat je lekker droog weer hebt. En dan gaat het iedere keer regenen. En dat is gewoon lelijk. Weet je, iedere keer die regen in beeld, die bliksem. Maar goed, het is weer een normale volle maneschijn. Dus dat is heel fijn. We gaan het er verder niet over hebben. En kijk dan eerlijk, als je daar dan kijkt naar die stad. Dat is toch hartstikke mooi. Welkom in Vice City. Daar gaan we straks misschien nog naartoe moeten gaan. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, we zijn dus hier en hier moeten we dus wel zijn. En ik ben dus heel benieuwd wat ik hier eigenlijk te wachten sta. Want. Poepoem. En hallo, daar zijn we aangekomen. It's me, Luigi. Leuk dat je erbij bent. Ik heb al één vraagje. Waarom heb jij een hamer vast? Mario, een hakbel en Wario een crowbar? Mario is inbreker. Mario is houthakker. Zo zien we het er nog uit, hè. Loodgieters, houthakkers. En ik ben ook een loodgieter. Maar ik moet ook wel spaten dicht slaan in de grond. Oké, Luigi. It's me. En Mario, hoe gaat het met jou? It's me, Mario. En mij gaat het goed. Hoe gaat het met jou, mijn Italiaanse vriend? Ik ben een Nederlander, maar oké. Maar gaat ook goed hoor. En Wario. Wario. Kijk, dat is goed om te horen. Nou, Mario. Vertel maar eens meer. It's me. Jullie gaan verstoppertjes spelen van ons. Jullie gaan allemaal zo verstoppen. En degene die als eerste gevonden wordt, die moet gaan zoeken. Is dat duidelijk? Ja, is goed, Mario. We tellen allemaal tot 20. En als we 20 hebben geteld, dan komen we in actie om te zoeken. Oh, dat is goed, Mario. Zijn er nog vragen? Nee, ik denk dat het duidelijk is. Ik zou zeggen, we gaan op ons plaatsen. Dan, Ik zou zeggen, ga op die plaatsen. Wij gaan tellen. Is goed, Mario. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oké, Mario is aan het tellen en wij zijn lekker aan het verstoppen. Nou, ik hoop dat het wel goed komt, want ja, Mario die aan het tellen is, I don't know. Maar ja, wij willen gewoon verstopt zijn, toch? Dat is belangrijk. En ja, dat dus. Oh, we moeten even gaan rennen, man. Ik zweer het je. Ja, mijn microfoon is een beetje naar de galm iets aan het gaan. Tenminste, niet de microfoon zelf, maar het statief ervan. Dus die moet ik even gaan fixen, een van deze dagen. Dus dat komt allemaal wel goed. En wij gaan dus een verstopplekje zoeken. En ik denk dat ik wel een plekje weet. Ik zou zeggen, wij gaan gewoon, gewoon hier zo, denk ik, hè? Tenminste, of niet? Ja, dit is een goede verstopplek. Oké. En dan gaan we even de drone erbij pakken. Dus let's go. En dat is de drone. Woe! En even kijken hoor, we zijn bijna klaar met tellen, toch? Ah, ze komen eraan. Ja, ik moet even mijn drone terug doen, want anders gaan ze over. Wat gaan ze nou weer doen? Oh, wat krijgen we nou? Oh, Mario is aan het zoeken, toch? Volgens mij gaat Mario voor mij, we gaan Waluigi eigenlijk doen. Ik ben heel benieuwd. Oh, we gaan even kijken wat hij aan het doen is, hoor, Waluigi. Gaat hij ze vinden? Ik ben eigenlijk wel benieuwd waar iedereen is. Maar Waluigi is aan het zoeken, denk ik, ja. En Luigi en Mario komen er ook aan. Nou, we gaan even heel snel terug met de drone, want... Oh, ik ben dus helemaal hier. Oké, ik ga snel... Oké, hij komt eraan, hij komt eraan. Go, 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 go. Nu weg. Mogen Mario niet zien, hè? Oh, daar is hij! Daar is hij! Nee. Oh, Mario ziet er wel eng uit, man. Eerlijk? Dit is niet best. Oké, moet naar de uitgang, Nee, dit is doodlopend. Potjandoos, zie je? Dat moet niet. Mario mag me niet tegenkomen. Ja, nee. Oh, nee. Oh, dit is moeilijk. Mario, die komt eraan, of niet? Oh, wacht, we weg. Oh, snap. Ik ben verdwaald. Help! Nee. Jij gaat me niet pakken, vriend. Oh, shit. Oh, we moeten blijven rennen, man. Oh my god, dit is echt niet best. Dit is niet best, jongens. Nee. Oké, kom. We moeten eruit. Oh, snap. Dit is een lastig doolhof, man. Iedere keer achterna zitten wordt de Mario. Oh, 3, 2, 1 en... Mario. Buurtvrij. Kijk eens aan, jongen. Je bent goed gespeeld, jongen. Dan mag jij gaan tellen en wij gaan verstoppen. Is goed, Mario. Oké, dan gaan we dan. 1, 2, 3... Hé, we gaan praten. Mario, je hoeft niet te tellen. 4... 5, 28, 29, 30. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Oké, nu is het mijn tijd om te zoeken. Dus laten we gelijk gaan doen, hè. Oh my god, het was wel even spannend net. Mario die ineens achter me aankwam. Maar goed, we gaan eens even de andere mensen opzoeken hier zo in het doolhof. Dat is wel snor, denk ik, hè. Even kijken, hoor. Nou, hier is niemand, oké. Dus even kijken, wij als zoeken mogen dat wel. Wij mogen zeg maar zoeken wel over dingen heen klimmen. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een mooie regel, eigenlijk, hè. Maar goed, ik ben even al een tijdje aan het zoeken. Moeten we een beetje opschieten voordat die film afgelopen is straks, hè. En even kijken, mijn zoon, waar ben jij? En wat is er met jou gebeurd? Nee, mijn zoon? Wat? Oh nee, wat de hel, wie heeft dat nou weer geflikt? Ik zweer het je, hè. Als ik erachter kom, hè. Oh, ik word kwaad. Ik ben al kwaad, man. Oh, ik zweer het je, man. Degene die hem heeft gepakt, ik wil hem zo hard doodmaken. Ik wil hem gewoon echt een paar keer neersteken, man. Oh my god. Lieverd, waar ben jij dan? Nee. Daar ga je niet mee. Mijn lieverd is ook al dood. Wat de hel, man. Wat een gestoorde idioten zijn het ook, man. Oh nee, gewoon. Ik ga weg. Ik zweer het je. Mario, wie er ook om achter zit, jullie hebben echt een probleem nu. Jullie hebben echt een mega probleem, hè. Als ik jullie nu tegenkom, ik maak jullie dood. Want jullie hebben hier iets mee te maken. Jullie gaan mijn vriendinnen zo doodmaken. Nu gaan jullie dood, oké? My freaking god, zeg. Ik ben echt woest. Ik ben echt woest gewoon. Weet je wat, mensen? We gaan de auto pakken en ik ga er gewoon gelijk achteraan, want ik kan het niet aan. Ik kan het gewoon niet aanzien. Oké, gelijk de auto in en dan gaan we. Oh my god. Oprecht, wat heb ik hem aangedaan dan? Ik zweer het je, man. Ik ben koude kwaad. Ik meen het. Ik ben echt koude woest. Ik blijf een beetje in de raden zitten, I know, maar dit kan gewoon echt niet. Weet je wat, mensen? Wij gaan er gewoon lekker naartoe en ik zie jullie daar wel weer. Oké, dames en heren, we zijn dus alweer onderweg naar de volgende plek. En ik ben dus heel benieuwd wat Wario of Mario of Luigi. Ik weet niet wie er allemaal nog is, maar ik ga jullie pakken. En ik weet jullie te vinden. Want Wario is namelijk altijd bij het golven aanwezig. Dus hier is hij dan, hoor. Jawel, Wario, hè? Wat dacht je wel niet dan, hè, jongen? It's a me, Wario. Niet grappig, dit. Ik vind het wel grappig. Hey, auw, hey. Wat heeft dit nou weer te betekenen, hè, Wario? Oh, je hebt geluk dat je klein bent. Dat betekent dat ik je niet kan raken, hè? Oh my god, zeg. Zo, ga maar lekker liggen. Zo, boom. Lekker voor je, Wario. Achterlijke gek, hè? Wat denk je wel niet? Kun je mes overnemen, vriend? Kun je er overeind? Heb je het opgegeven, joh? Fat lap. Nou ja, terecht, jongen. Dat Wario nu dood is, dat is gewoon echt terecht. Oké, we gaan maar gauw weg, want we hebben niet heel veel te zoeken meer. En ja, de volgende plek waar we naartoe moeten is natuurlijk Luigi. En we gaan Luigi weer even opzoeken, want ik zweer het je, man. Wow, als ik hem tegenkom, hij is de lul. Hij is echt de zwaarste lul die ik gewoon kan bedenken. Want hij gaat hier niet weg mee komen, man. Echt niet. Als je zo tegen mij gaat doen, als je zo gaat beginnen, dan kom je niet meer weg. Maar Luigi, we gaan je vinden, vriend. Ik weet niet waar je bent, maar ik ga je wel vinden. En Mario gesproken, die zal niet hier meer zijn. Ik weet dat Mario die vlucht altijd weg, hè? Die is altijd weg van problemen aan het vluchten. Die wil toch al proberen vakantie te gaan. Maar ook tijdens vakantie gaan we even mooi ruïneren. Als hij mij gaat ruïneren, dan gaan we hem zijn leven ook even ruïneren. Snap je? Zo werkt dat. Wie de bal kaart, kan hem terugverpachten. Ik ben niet zo van, allemaal Nigeria, man. Nee. Als jij tegen mij gaat beginnen, dan pak ik het 10 keer zo hard terug. En ik weet dat vind je vervelend, in plaats van dat je geen aandacht meer krijgt. Maar misschien is aandacht geven toch wel eens even goed soms. En dan een gewelddadige aandacht. Waarschijnlijk zal Luigi hier ergens zijn. Dus we gaan even gauw kijken waar Luigi is. Dus dat is wel snor. Oké, volgens mij schijnt hij hier ergens te zijn, hè? Luigi, als je zo'n grote mond hebt, wat ben je dan, hè? Kleine speler. Luigi. Oh, daar ben je. Wat is dat nou weer? Oh nee. Hey, wat heeft dit nou weer te betekenen? Heeft hij gewoon een Ganu? Nee. Luigi? Ah nee, au, ik word hier neergeschoten. Oké, ik heb er ook eentje. Luigi? Au. Zo.
Liggen jij? Ga je met een gunner lopen schieten, vriend, hè? Ga je met een gunner lopen wisselen schieten of wat? Kom, ga weg hier zo. Luigi, daar lig je dan. Lekker pampen, pampen, oké? Okay? Lekker slaapje doen, G. Gewoon slapen, meer niet. Gaan we weer weg, want ik heb hier toch niks meer te zoeken. Mario, jij bent nu echt een probleem. Ik weet dat jij bent gevlucht waarschijnlijk. Ik ken jou. Want je vlucht altijd naar een andere stad toe als jij in de problemen raakt. En vandaag niet. Vandaag ga je niet meer wegkomen. Ik meen het. Ik ben er gewoon klaar mee. En we gaan je pakken. We gaan je pakken. Ik zweer het je. Hou je borst maar nat. En ik ga niet met vliegtuig, want dat duurt veel te lang. We pakken gewoon de boot. Want ik weet waar je tegenover bent namelijk. Oké. Okay. Boom. Boeit me niet meer wat deze met de auto gebeurt. Deze auto is toch sterk genoeg. Dus ja, wat moet ik nou mijn zorgen gaan maken? Oké, pak hier gewoon een boot. Ga een boot pakken. Oké, de boot is al klaar. En dat betekent maar één ding. We gaan oversteken, jongens. We moeten gelijk oversteken. Want dat is misschien wel het beste om te doen. Dus let's go. Oké, even de boot op. Oeh, auw. Dit is niet best. Oh, nee. Die boot komt letterlijk boven mij. Dat moet niet gebeuren. Ik hoop dat hij er wel vaart. Dat is niet best anders. Dan gaan we, jongens. We gaan naar de andere stad. Woo! Let's go! Ik weet dat Mario in een hotel zit. Want Mario is een rijke zakenman. Hè? Dat weet ik ook ondertussen wel. Mario, heb je nog iets te zeggen? Want waar ga je pakken, vriend. We gaan je niet een beetje pakken, we gaan je hard pakken. Gewoon hard. Lekker hard gewoon. Ik meen het. Ik vind het niet leuk als we er hard aan gaan pakken, maar zo, het is wel echt mooi golft hier zo. Boot is toch sneller dan het vliegtuig, denk ik. Want als je met het vliegtuig gaat, dan moet je helemaal naar de luchthaven, dan moet je helemaal gaan rijden. Terwijl de boot eigenlijk weer een keer oversteken is, dan kun je weer verder. Terwijl het gewoon, want ja, ik kom op het juiste eiland aan. Ik weet waar die woont namelijk, Mario. Ik weet waar zijn huis woont, ik weet waar zijn fiets zwemt. En ja, dat is. Oké, fiets zwemt. Ik wist niet of fietsen kunnen zwemmen, maar Fight City. There we go. En jawel mensen, ik heb mijn auto hier hoor. Jawel, ik heb gewoon mijn auto in de boot meegenomen. Wist je dat? Ja, dat kan gewoon hè, tegenwoordig. Je kunt gewoon een auto mee op de boot meenemen. Dat heb ik dus mooi gedaan. Ja, je zou je afvragen, hoe heb je dat nou weer gedaan, Daddy? Voor jou een vraag, voor mijn weet. Je mag alles eten, maar niet alles weten, zeg ik zo hè. Goed, we zijn dus in mooie Miami. Hey joh, achterlijke idioot. Daar gaan we nu aan beginnen hè. Oeh, kijk, zie je? Door hem ga ik ook een kettingbotsing krijgen. Maar ja, hij mag toch weg. Want het boeit me niet wat er met de andere mensen gebeurt. Het is alleen maar ik en de rest mag stikken. Just drive. Just do that, alright? Oké, go. Alles ontwijken. Dat lukt niet helemaal. Want ik lig ondersteboven. Dit zou ook zo'n club zijn waar Mario kunnen zijn en zitten, maar dat is niet zo. En oh my god. Ben je echt zo scheef? Ik ga Mario's vakantie denk ik even pesten. Want ik weet dat Mario is in deze straat ergens eerder. Ik geniet hier altijd van. Vice City, altijd een mooie stad. Ben ik het zeker mee eens. Dus gewoon even oversteken. Ik ben er weer in Vice City. Oftewel Miami. En ik ben heel benieuwd naar GTA 6, ik zweer het je. GTA 6 lijkt me echt kapot leuk. Ik heb gehoord dat er echt gewoon grote map is en zo. Echt nieuw, betere graphics. I love it. I love this, right? We gaan eens even kijken hoor. Oh, ik ben alweer voorbij. Zie je, mijn auto is zo snel dat ik gewoon voorbij rijd. Maar er bestaan ook dingen als rustig rijden en dat ken ik niet. Ik weet niet wat dat betekent, rustig rijden. Ocean View, daar moet hij zijn. Mario, we're going inside. Ik ben een beetje bebloed, maar ja, daar ben jij ook. Dus Mario, je bent een lul, ik zweer het je. Je bent zwaar in de Sjaak. Echt heel zwaar zelfs. Zo zwaar dat er gewoon obesitas niks tegenop kan beginnen. Dus Mario, ik zou maar niks proberen als ik jou was. Ik ga je zoeken, vriend. Ik zoek je op net als Tim Hofman. Dus kom goed. Ik heb al een paar kogels in mijn lichaam, maar dat is niet erg. Oké, Mario. Laat je maar eens zien, hè? Oeh. Iets tegen mij beginnen, Mario. Hè, met een vuurwapen. Dat kun je wel, hè? Ah, ben je moe? Ben je moe? Lekker slapen, Mario. Zo. Nou mensen, we hebben Mario mooi te pakken gehad met als een Ganu. Jawel, even zijn kamer helemaal ruïneren natuurlijk. Altijd leuk. Yes! En ik snap dat Mario deze kamer geboekt, hè. Zo'n aandenkertje, Princess Peach. Nou ja, in ieder geval mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Like deze video, abonneer op de kanaal, mijn belletje aan. En zie je later tot bij een nieuwe video. Adiokus!